Vandaag zijn we in België, een verlaten boerderij. Ja. Wat precies het is, dat weet ik niet, dat moet ik nog even opzoeken. We zijn vandaag niet met z'n tweeën. We hebben een paar mensen meegenomen. Die tipten ons om hier naar mee naartoe te gaan. En we gaan dus kijken wat er vandaag allemaal is. Of dat we iets kunnen doen met Spiritbox. Ik wil graag even de mensen voorstellen. Hi Jessica. Michael. Francis. Dus we gaan eens even kijken wat we kunnen vangen. Misschien, wie weet. Of dat er iets is. Peace. Dat is hier een hele grote grond bij zit. Grote, ja, iets van 400 zoveel hectare. Oh. Heb ik. Even de kapje eraf trekken, denk ik. Ja. Ik heb de K2-meter aangezet. En zoals jullie zien, slaat hij helemaal uit het brood. Ik voelde het al toen ik binnenkwam, de druk op de borst. Dus ik ga dadelijk toch eens even kijken. Ja. Of dat er. Hoor je dat ook? Jij hebt het ook gehoord. Ik hoor het wel. Was dat die stoel? Weet dat niet. Dat is waar staat. Dat hoor ik ook. Ik heb eigenlijk best wel iemand in mijn rug. Ik heb een hals. Is er hier iemand? Als je hier bent, maak eens een geluid. Kun je ons een teken geven dat je hier bent?
vragen om hulp. Help. In welk jaar ben je overleden? Love you. Ja, ik jou niet, want ik ken je niet. Zeg serieus. Serieus. We gaan even verder, kijken of we dadelijk nog iets meer kunnen vangen. En niet klooien met mijn telefoon. Ik knip hem langs. Is het nou weer zo hard? Het is 20% gezakt. Die was dan nog 81. Mijn telefoon gaat leeg. Ja, we kunnen er echt voor iets schijnbaar. Ja, energie. Energie, hè? Dan pakken ze alle energie op. Oei. Ja, dankjewel. Nee, gehoord. Gehoord. Zien, dan kan ik. Die doet meestal sommige stukken zelf. Ah. Maar die doet het zelf. Ja, die doet vaak zelf stukken filmen en foto's maken. Die doet meestal vaak zelf foto's maken. Naast de tweede paal. Ja. Ik zie hem. Oh mijn god. Ja. Dat beweegt iets. Dan is de eerste paal. Als ik heel ben, hoef ik daar eigenlijk niet naar dat ding voor naar te kijken precies. Dat ziet het daar zelf. Zie je het? Ja. Jeetje. Nee. Nee? Nee. Veel te druk. Ja? Hele...
dingen op mijn borst. Is dat ergens hoe hij daar gewoon overheen zit? Want ik heb daar eigenlijk ook wel, maar ik heb wel zoiets van... Nee, dat geeft niks. Gewoon door. Iedereen die doet daar... Ik heb precies zo'n zenuwachtig gevoel, zo. Dat kan. Maar mijn onderrug is al de hele tijd. Nou kunnen we dus geluiden horen van hun, hè? Want hun zijn denk ik naar boven. Maar nu hoort al of hier is een boven. Ja. Dat is dus even kijken, daar is een deur open. Het is niet echt alsof ze het hier wel hebben, hè? Nee, ik voel best wel een druk. Oh, daar hou ik van. Die trappen. Ja. Oh, het stinkt hier. Oh. Oh, dat stinkt hier. En zijn daarboven. Hoor je? Waar? Oh, het stinkt hier. Fred, we hebben er een gezien, hè? Wie? Ja, op film. Op film. Hé, dat hadden we moeten zien, hoor. Je hebt er ook nog boven gezeten, alleen dat is allemaal een gift. Wow. Ik vond dat je niet echt... Ja, maar echt... je hebt het allemaal naar beneden gevallen, dus denk ik dat je naar boven moet. Nee, dan moeten we een eigen werk zijn, hoor. Wat is dat dan? Eigen veiligheid staat voorop, hè? Ja. Daar liggen al een dak mee. Ja. Oh, dat stinkt. Mijn vloerbedekking. We hebben nog even gezien, hè? De vloer beweegt. Vloer beweegt. Kan niet bewegen. Nee. Oh, dan zijn het mijn zenuwen. Ja, maar dat is wel hun rol, hè? Dat is de badkamer. Oh, je vraagt me je poep. Je blijft niet zo gummy, man. Jij toch niet, dan? Hè? Zeg jij toch niet, dan? Nou, die heeft gehad gescheten. Je heeft de pot kapot gescheten. Kun je dan geen contact meer leggen met ze? Jawel, daar moet je niet aan doen, hoor. Het is de eerste keer dat er niet op zijn. Ja. Die andere vrouw was hier. Ik denk dat dat zo is. En dat doe ik met de plafond. Ja, dat is gewoon een zolder. Daar kunnen wij dus niet op komen. Als je daar uit die grote hallen loopt, dan kom je een mooi trapje tegen. Ja, maar ik ga niet naar boven. Ik ga een trapje komen. Ik ook. Ja, wij zijn van de trapjes. Ik zie het trappetje al. Slaapkamer. White dan ook, hè? Ja. White. Ja, als je hier langskomt. Koud. Ja, het is buiten. Ah. Een badkamer. Ah, jouw rug niet alleen. Ik ga niet stikken in de rug. Nee, het is niet lang. Ik heb al... Ja, jouw niet zo... Nou, niet meer. Daar wel. Open haard. Ah, hier is een vuur. Dit was de woonkamer, denk ik. Ja, ik heb hem net. Hier is bijschrijving. Ja, nee, zo schrijf je Michael in het Engels. Zo schrijf je Michael van Heide. Jeetje, hier. Wat zwaar. Nee, we gaan geen risico's nemen. Nee, want het is heel anders. Oh, normaal gezien was dat wel bereikbaar. Nee, maar niet meer. Trappen zijn te gevaarlijk om daar naar boven te gaan. Ja. Dus we gaan dat ook niet doen. We gaan geen risico's nemen. Gipsplaten, dat kun je niet.
Twee punten. Ook weer een open haartje erin. Oké. Ja, zo'n stort, stortbak. Stortbak. Is dat jullie rugzak? Ja. Ja. Ja, die laat ik altijd ook wel staan. Dus moet ik hem ook weer mee naar de shower. Hier is die vrouw van net naar beneden. Ja. Zo. Nou, Frans, geloof je nou wel? Ik heb wat uitgedaan. Maar toch? Ja. Vaak niet. Dan heb je als je in een huis woont waar iedere keer alle glazen uit de kast vallen, hè? Kan ze misschien daar ook wel zinnen. Ja, ik heb er niet bij je sportwachter komen kijken. Waar zit er in de schouw? We kunnen niet op de schouw komen zitten. Als ze wel mag zit. Ja, daar wil iemand mij duwen. Ik heb niet heel veel gehad, nu zou dan een straat staan. Dit is gewoon een normale ding, hè? Dit is geen deur. Ik, Charlie, wat is jouw naam? Charlie? De koor Charlie. Mooie naam. De hele tijd was. Zou wel iemand niks mag zeggen? En hoeveel zijn jullie? Maar hoeveel zijn jullie? 100. 100. Heeft u misschien een woord op met staan? Ja, we hebben hier wel op die muur van die satanistische poort tekens. Hoeveel man zijn jullie hier? Hoeveel mensen? Hoeveel geesten? 13. Nou, 13. Hebben jullie allemaal hier gewerkt? Nee, helemaal niet. Hebben jullie hier allemaal geleefd dan? Of gewoond? Ja. Drie keer ja achter elkaar door drie verschillende stemmen. Ja, ja, maar goed. Dat is het koning vandaag. Ja, maar die is daarna overgegeven aan de poetsvrouw en de man daarvan. En de man is daarna hier overleden en de vrouw is in een rusthuis geweest. Voor de kinderen. Heeft de koning hier geleefd? Kinderstem. Ja. Kinderstem. Dat was een kind. Hoe heet u de koning? Misje? Mis je het om hier te zijn? Ja, die heeft thuis. Dan moet ik mijn koptelefoon horen, dat fluisteren. Zijn er hier ook kwade geesten? Zijn wij hier veilig? Zijn jullie Engels? Nou, film. Zijn wij hier veilig? Nou. Zijn wij hier welkom? Nee.
Dat is brood. Hoe kan dat niet doen? Zijn er kwade geesten? Ja, iets over geesten zegt, is net stil. Ja. Nou, dan zouden jullie beseffen dat ze overleden zijn. Beseffen jullie dat jullie overleden zijn? Yep. Yep. Ja, dus. Waarom zijn jullie niet naar het licht? Hebben jullie moeite om naar het licht te gaan? Je kunt gewoon gaan. Houdt iemand jullie tegen? Houdt er iemand jullie tegen om naar het licht te gaan? Wij gaan nog even naar binnen en dan gaan we nog even binnen filmen. Ja, doe maar. Ik zal hem even aan laten staan. Dan kunnen jullie toch tegen mij praten. Dat is er één van hier, hè? Want ik denk dat er binnen nog wel meer is. We moeten bij de camera houden voor het geluid. Kan ik hem opvangen? Ja, doe maar even. Ik luister, vertel het maar. Ik heb hem aanstaan. Soep? Ik heb geen soep. Ja, thuis, in de koelkast. Het stinkt hier wel, gebeurt dat niet tegen. Het is allemaal hetzelfde. Misschien dat ze daar niet. Misschien dat ik daar niet mee Wat betekenen deze tegeltjes? Is iemand een melk? Dat is zo'n vuur. Ja, normaal. Is er iemand bij haar? Raakt iemand haar aan? Jullie zijn niet toegestaan om iemand aan te raken. Oké. Zie je? Nou, die teeltjes waren vroeger normaal. We lopen nou weer door het gebouw heen. Je kunt gewoon blijven praten. Er staat een beetje een rare tekening op de muur. Zullen we maar niet filmen? Kijken naar kinderen. Hier is het niet schoon. Ja, ik luister. Je kunt gewoon praten. Goed. Ja.
Wij hebben jou hier net gezien. Prachtig. Prachtig. Dat vonden wij prachtig, ja. Ben je nog hier? Maar nou zie je niks. Nee, nou zie je niks. Bent u dan de koning of bent u de man die hier overleden is van de poetsvrouw? Vida. Is hier een vida? Nee, er is geen vida. Aan de rechterkant. Ja. 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 Ja.
In het Engels. Ik spel in het Engels. Nederlands. Nee. Ik Waarom zit ze door? Kunnen ze niet weg? Ik denk dat iets van een miljonair. Miljonair. Weten ze dat te koop staat, dat er hier misschien mensen komen wonen? Ja. Kunnen jullie misschien een teken geven dat er hier aanwezigheid is? Present. Present, aanwezig. Dat hij iets beweegt of dergelijke? Ik ga nou afsluiten. Rust in vrede. Ja, is goed. Dat was heel duidelijk. Dankjewel dat jullie met ons hebben willen praten. Ik sta heel welkom. Ik sta heel welkom. Hoi. Ja, Brabant, hè? Ja, bij de Limburg. Houdoe. Houdoe. Rust in vrede. Dankjewel. Er is Engels en er is Nederlands. Ja, maar weet je hoe dat komt? En dat hadden wij dus op de kerkhof van de week ook. Op de kerkhof te lagen. Ik zet hem even uit.